Een hele goede morgen en welkom in het Walnut hoofdkwartier, jongens. We staan hier vandaag bij de koffiebalie van meneer KB. Meneer KB'tje is hier ready om mijn bestelling op te nemen. Graag twee keer een cappuccino, alsjeblieft. Dankjewel. En terwijl we wachten op onze cappuccino, gaan wij heel eventjes snel naar boven, jongens. Want ik heb heel leuk nieuws. Wij hebben namelijk in de vorige aflevering een soort van bedrijfsuitje gehad. Waarin we een heel toernooi hadden met pingpongen. We gingen ook boogschieten. We gingen zelfs volgens mij taarten sjoelen. Het kwam erop neer, het was een hele leuke dag. En natuurlijk, jongens, hebben wij die dag gewonnen. Wij zijn de eigenaar natuurlijk van het Walnut hoofdkwartier. En wij zijn ook nog eens de eigenaar van de spelletjes, want wij winnen alles, jongens. Net zoals dat we deze oorlog tegen stinkgoors winnen. Maar, zoals jullie zien, heeft meneer KB de beker die ik had gewonnen bezorgd. En die heeft hij aan een paar drones gehangen. En nu weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moet. Hij is namelijk wel heel groot. Dus ik weet nog eens even waar we moeten plaatsen. Dus stel jij hebt nou een leuk idee, jongens, dat je zegt, oh Max, je moet echt die beker moet je op het dak plaatsen, weet ik voor waar. Laat het even weten in de reacties. Ik heb echt heel erg hulp nodig. Ik kan hem namelijk heel moeilijk hier in de trofeeënkast plaatsen, want daar past hij niet echt. Oké, maar goed, in de vorige aflevering kwamen we er ook achter dat meneer KB even mijn hoofdkwartier had over kantoor van de vakantieman. Oh, hij bedoelt natuurlijk van mij. Ik was de vakantieman. Maar er is dus wat heel geks gebeurd. We hebben hier het kantoor van Erik, part-time medewerker. En hij heeft zijn kantoor op slot gedaan. Dus we kunnen ook zijn kantoor niet in. En hij heeft het allemaal dichtgebarricadeerd. Dan hebben we hier het kantoor van Groene Shirtgast. Dat is de vervanger van Oranje Shirtgast. En ik heb mijn render distance hoog gezet. Dus je kan nu de omgeving om ons heen kan je gewoon normaal zien. Normaal was mijn render distance altijd heel laag. Maar nu kunnen we gewoon eindelijk een keertje om ons heen kijken. En zien wat er allemaal om ons heen gebeurt. Weet je? En ik heb de hik. Het is heel vervelend. Vervelende rothik. Hik. Stik, stink. Dit komt door stinkgoors. Oké, maar ik had beloofd aan meneer KB dat ik hem een nieuw kantoor zou bezorgen. Want hij heeft nu helemaal geen locatie om te werken. Dus ik dacht, het is tijd om de pingpongtafel eens en voor altijd niet weg te halen, maar te verplaatsen. We gaan namelijk de pingpongtafel even naar beneden verplaatsen. Of naar een andere locatie op zijn minst. Want ik wil hier meneer KB zijn kantoortje maken. Kijk, dan gaan we alle slimeblokken zo weghalen. Gaat lekker snel. En ik hoop echt met heel mijn hart aan het einde van deze aflevering dat ik niet meer de hik heb. Want het is heel vervelend. Dan halen we de pingpongballen weg hier. Kijk, en dan hebben we op deze manier ruimte gemaakt voor een potentieel kantoor. Ik heb nog steeds dik. Maar daarvoor hebben we wel even mijn goede blokken nodig. En gelukkig is mijn chestroom hierboven. En kunnen wij gewoon alle blokken pakken die we willen hier. Kijk, hier hebben wij namelijk niet meer heel veel. Maar we kunnen wel nog maken. Ja, we kunnen nog genoeg maken. Hoppa. Zo. Begint het eventjes met het uitstippelen van hoe we het kantoor willen hebben. Ik dacht misschien zoals dit. Hier, dan heeft hij best wel een groot kantoor. En ook nog eens een mooie plek krijgt hij dan. Nee, die meneer KB. Dan mag hij nooit meer zeuren dat hij verkeerd... Oh, dit is wel heel vervelend. Wacht even hoor. Mag hij nooit meer zeuren dat hij verkeerde plek heeft. Dan komt hier namelijk gewoon zijn kantoor. Hoe mooi is deze locatie? Dat dit gewoon zijn kantoor gaat worden. Hier de ingang, zo. De ingang... Ach, ik ben witte concrete vergeten. Wacht. Kijk, komt hier de ingang van zijn kantoortje? Gewoon precies in het midden. Hoppakee. Dan hier de glazen muur. Die bouwen we natuurlijk helemaal overheen. Twee hoog, zo te zien. Zo. En dan bouwen we daar bovenop natuurlijk het randje met grijze concrete. Al heb ik niet genoeg, dus moeten we heel even nieuwe halen. Maar hoe ziet dit eruit? Gaat dit er goed? Oh, dit gaat er goed uitzien, jongens. Ja. Dit is een ideale plek voor een mooi nieuw kantoortje. Dan kom je binnen en dan... Ja, dit is gaaf, man, deze plek. Dan heeft hij gewoon... Kijk hoe leuk dit is als hier zijn kantoor zit. Heeft hij gewoon bijna een mooier kantoor dan ik. Waarschijnlijk heeft hij gewoon een veel mooier kantoor dan ik. Spijtig. Met uitzicht op de brug en zo. Dit is ideaal. Dit is perfect. Gaan we dit redden met het aantal blokken dat ik nu... Oh, mijn god. Ja, net aan. Dit gaan we sowieso redden. Geen probleem. Kijk, dan is het helemaal dichtgebouwd. Ik moet er nu even een deurtje in komen. Die heb ik alleen niet bij me, maar dat maakt niet uit. Pak dit blokje even op. Een deur en een sign heb ik nodig. En ik denk dat hij hem zelf helemaal in mag richten. Ik ga hem helemaal leeg laten voor hem. Ik ga alleen de carpet hier nog even plaatsen, aansluitend maken. En dan mag hij er zelf van maken wat hij ervan wil maken. Dat vind ik leuk, hè? Oh, ik moet wel het plafond dan nog even netjes maken. Ik wil hem wel een kantoor geven die helemaal klaar is om ingericht te worden, weet je. Dan het deurtje hier. Dan hebben we een sign hier. Die gaat aan de linkerkant, denk ik. Kantoor, chef, kok, plus, KB. Zo, oh, KB. Hoppakee, dan... Doen we het tapijtje even door laten lopen tot ongeveer, laten we zeggen, hier zo. Het deurtje opnieuw erin plaatsen. Boom. Oh, ik drop hem. Boom. Nou, jongens, dit is toch perfect. Kijk nou. Kijk nou hoe leuk zijn locatie nu is. Ik denk dat hij serieus heel blij mag zijn met de locatie die hij heeft gekregen. En nu voelt het ook gewoon weer wat meer afgebouwd hier. De pingpongtafel was leuk natuurlijk. Maar het feit dat dit kantoor helemaal opgevuld is zometeen voelt gewoon nog leuker. Nou, nu heel even die stoel hier. Oh, ik heb al die blokken heb ik al weggelegd. Nou, maakt niet uit. Laten we nu even een boekje pakken en een berichtje achterlaten dat ik een nieuw kantoor voor hem heb gebouwd. En dat hij hem helemaal mag inrichten zoals hij wilt. Het enige probleem waar ik nu tegenaan loop, jongens. Meneer KB had natuurlijk bij iedereen zo'n leuke postdrone opgehangen. Of een drone waarmee je post naar elkaar kan bezorgen. Alleen,
het kantoor van meneer KB is natuurlijk overgenomen door Erik. Dus waar moet ik nou de post van meneer KB achterlaten? Weet je wat? Gewoon simpel hier. Hoppakee. Voor meneer KB. Oh, nee. Chefkok plus 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 KB. Of was het plus 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 plus? Wacht eens even. Het was wel plus plus plus. Ik heb het helemaal verkeerd geschreven. Wacht even. Hier dan ook. Er moet staan chefkok plus plus plus. En dan natuurlijk erbij plus. Het zijn 4 plusjes inmiddels. Oké, dan gaan we een super geïnteresseerd, geïnformeerd, mega bijzonder boekje schrijven. Hallo KB, nieuw kantoor rechts. Veel plezier ermee. Done. Sign, nieuw kantoor. Zo, mega bijzonder boekje. Oh, ik ben het hele plafond vergeten te doen, jongens. Kijk, het plafond moet er zoals dit uitzien. Oh, dat kan natuurlijk niet. We moeten hem wel een goed kantoor geven. Waar laat ik mijn kwart op? Nou, hier? Oh ja, hier, zeker hier. Dat is alles wat ik nodig heb. Gelukkig is het een heel simpel taakje, jongens, en is het zo gedaan. Maar ik moet het niet vergeten. Ik moet hem wel een goed kantoor geven, hè. Zo, dan is het ook weer netjes gedaan. De vloer mag je ook zelf mooi maken en dan vind ik het al mooi geweest. We gaan niet alles voor die chefkok plus, 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 plus doen, hè. Oké, dan ben ik wel even benieuwd, jongens. Want 2 afleveringen geleden ben ik langs gegaan bij Oranje Shirtgas. Want hij had ons verraden en die blijkbaar werkt hij samen in de oorlog met Rick en met mij. Dus ik wil eigenlijk even naar het vakantiepark gaan van Justin. Want dat is natuurlijk Oranje Shirt. Oh, dat is natuurlijk Oranje Shirtgast. En dan gaan we even kijken wat hij daar in de tussentijd allemaal heeft uitgespookt. De tank is weg, jongens. Nee, hij heeft de tank weggehaald. De helikopter staat er nog en de voertuigen wel. Maar de tank. Hij heeft de machtige tank weggehaald. Is het park nog dicht? Oeh, nee, het park is volgens mij gewoon alweer open. Wacht trouwens. Hallo? Is er iemand thuis? Oh, mijn tank. Hij heeft hem daar helemaal heen. Wat heeft hij gedaan? Waarom staat mijn tank daar helemaal? En een paard? Wat doet mijn tank hier in het park? Wat is dit? Is het een soort attractie geworden of zo? Wat heeft hij gedaan, jongens? Als jullie enig idee hebben, laat alsjeblieft de reacties weten. Hij heeft mijn tank gewoon als een soort attractie hier neergezet. Ongelooflijk. Hij heeft ook al zijn huisjes ingericht en zo. Dit is een toilethuis, dit. Oh, hij heeft echt al zijn huisjes ingericht. Oh, dan wil ik hier een keertje weer langs gaan op bezoek. Oké, aangezien Justin niet aanwezig was, jongens. Ik ga heel even langs bij het hoofdkantoor of het hoofd... kwartier of het kasteel van Rick. Ik dacht, we gaan daar heel even kijken wat hier gaan. Is dus zo te zien, heeft hij al verder gebouwd. En het leuke is, jongens, ik heb natuurlijk een tijdje geleden Rick zijn boot gestolen. En volgens mij heeft hij het of niet dol gehad, of niet. Hij maakt het niet uit, maar ik heb nog niks erover gehoord. Ah, zo te zien zijn wel alle bomen weggehaald. Maar ik ben eventjes benieuwd. Oh, nee! Hij heeft een nieuwe boot! En hij is groter! Rick! Man! Ik denk, ik doe even lijp en ik steel je boot. En vervolgens gaat Rick gewoon een nog grotere boot neerzetten. Waar haalt hij deze dan vandaan? Rick, nu is het menens. Ik stil je boot. En in plaats van dat je hem terugstilt, maak je een grotere boot om een... praat is af en toe heel moeilijk. Om een punt te maken. Dit kan echt niet, hoor. Dit kan echt niet. Wat een schande, dit. Oh, damn, Rick. Zo te zien heb je verder gebouwd dan je kasteel. Damn, heel sick. Maar als je dat goed wil zien, moet je gewoon even naar de video's van Rick gaan. Hij heeft een grotere boot gemaakt. En hier staat die van mij. Hier staat de oude boot van hem die ik heb gestolen. Wat een schoft. Maar goed, jongens, laten wij weer even een beetje progressie maken aan onze basis. Als je hier binnenkomt, ziet alles er natuurlijk leuk uit, behalve deze muur hier. Deze muur ziet er niet uit. Hier beneden is het nog niet mooi belicht. Er zitten overal nog toortjes en zo. En het is nog een beetje kaal. Misschien wil ik het ook al kaal houden hier beneden. Maar wie weet kan ik ook wel heel veel leuke dingen toevoegen. Weet je, we gaan gewoon een timelapse starten en we kijken wel wat er gebeurt. Veel plezier. 3, 2, 1. Mini-korte timelapse. Ik dacht dat ik een langere timelapse wilde doen, maar ik bedacht me halverwege de timelapse wat. Jongens, ik was klaar met deze muur en ik vond hem op zich wel leuk. Ik weet niet, misschien wil ik er nog wat extra decoratie aan toevoegen of het iets rustiger maken. Het zijn wel heel veel
zwarte streep op het moment. Ik heb hier een leuk tapijt toegevoegd, puur zodat ik het nog beter kan belichten. Want hieronder verstopt, jongens, zitten alleen maar, als het goed is, moet ik even de goede vinden. Kijk, er zitten alleen maar lampjes onder verstopt, zodat er extra belichting is. Vervolgens hebben wij, hier hebben we het trappetje toegevoegd. Dan hebben wij, wat hebben we nog meer gedaan? Volgens mij niet zoveel naast dit hier en de belichting. Oh ja, we hebben hier beneden hebben we hier een randje licht toegevoegd, zodat het ook wat beter belicht is. En toen dacht ik, weet je wat ik hier beneden wil, jongens? Allemaal wapens en allemaal geheime, ja, hoe noem je dat? Machines en weet ik wat allemaal, puur om te laten zien hoe machtig we zijn. En wie kan dat nou beter doen dan het bedrijf van Justin? Ik weet dat er wat problemen zijn tussen oranje shirtgast en ik. En misschien dat groene shirtgast stiekem eigenlijk wel oranje shirtgast is. Maar ik dacht, ik wil toch die wapens hebben om Rick bang te maken. En dat we hier allemaal machines hebben staan en allemaal apparaten en weet ik wel hoe cool ze dat zijn. En toevallig zie ik dat Justin nu online is. Dus laten wij even snel naar zijn basis gaan naar het vakantiepark en vragen of hij ons wil helpen hiermee. Hallo, Justin, ben je thuis? Jongeman, Justin, goedemorgen, middag, waar ben je? Wat is dit een groot park geworden? Oh, ik zie Nametag. Oh, dit loopt dood. Laten we even kijken hoe we erheen gaan. Kunnen we op deze manier erheen? Dit loopt ook dood. Oh mijn god, het is één groot doolhof hier. Just, daar zullen we hem hebben. Groene shirtgast. De boosdoener. Ja, dan kan je wel wegrennen. Nou, hier komen. Hier komen, jongeman. Hier komen. Klop, klop. Klop, klop. Ah, groene shirtgast. Ja. Welkom. Ik bedoel, jij moet mij welkom heten. Ja, welkom. Kom erin. Ja, gezellig. Het ziet er knus uit, dit. Jawel, hè? Wat is dit? Een 2-3 persoonshuisje? 4. 4 persoonshuisje? Ja, ik snap het ook al. Hier eentje. Even, hier eentje? Ja. Hier één. Hier één. En dan nog bovenop de kast. En bovenop de kast, ja. Hey, ik heb een taak voor jou. Als je vragen hebt, dan hoor ik het. Hoezo als je vragen hebt? Ik heb een vraag. Dit is jouw huis. Nee, wacht even. Heb je receptie? Nog niet. Nog niet. Kunnen we even... Ik heb wel een toiletgebouw. Oh, zullen we even in het toiletgebouw spreken dan? Ja, even in het toiletgebouw. Dat is belangrijk. Goeie positie. Ah ja, dit zag ik net trouwens al. Ik was je net even op bezoek, maar toen was je er nog niet. Nee. Hey, ik heb nu... Even in de douche, prima. Hey, nu oranje shirtgasten. Wat een gezellige douche dit. Ik ga wel hier staan. Ja. Nu oranje shirtgasten namelijk niet meer is. Kijk, we hebben natuurlijk verbanden van het leven en zo. Oh, dat is de bedoeling van de douche volgens mij, toch? Ja. Maar jij hebt het vakantiepark overgenomen van oranje shirtgast. Ja? Jij dacht oranje shirtgast is weg, hij is gevlucht, ik neem het over. Zo is het. Zo is het. Ja, dat is gewoon heel makkelijk. Ik vond het zo zonde. Mooi bloemetje daar. Maar hey, ik heb dan gelijk een eerste taak, of een eerste aanvraag voor jou. Kunnen we even naar de wapenwinkel? Of het gaat om de wapens, namelijk. Wapenwinkel? Ja, de wapenwinkel. Oh, ja. De wapenfabriek. Ik heb een mooie eerste taak hier, namelijk, voor jou in de wapenfabriek. Dat meen je niet. Ja. En dat is? Dat kunnen we alleen overleggen in de wapenwinkel. Kunnen we hier niet overleggen. Zo geheimzinnig als het is. Daar gaan we. Hoppakee. Oeh. Moet ik snel doorrennen, of? Ja, nee, dat ligt eraan. Ik heb nog wel even. Ik heb nog wel even. Als het goed is, gaat de deur hier elk moment open. Ja! Oh! Hij gaat nog een keer open. Hij gaat nog een keer open. Gaat hij twee keer? Het is technologie. Ik heb hem verbeterd. Oh, wat is dit groot geworden hier, of gaaf? Jawel, hè? Je wapenfabriek is helemaal af. Wat? Leuk, hè? Laatste keer dat ik hier was, was ik met oranje shirtgast, was ik hier aan het helpen met bouwen en zo. Maar wow! Ja. Wat is dit gaaf? Kan je rondleiding geven, of? Ja. Laat het zien. Ja. Daarbovenin. Daarbovenin. Komt het gesmolten, het rauwe eieren aan. Ja. Het rauwe ijzer komt eraan. Ja, gaat zo via de lopen dan. Gaat het zo de vuur in hier? Ja, de oven. En dan wordt alle steen eruit gebrand. En dan heb je alleen nog een klompje ijzer. Heb je alleen nog een klompje ijzer over? Ja. Ik zie het. Klompje ijzer gaat hier in de snijmachine. In de snijmachine. Ik zie het wordt gesneden. Ja, wordt gesneden. Krijg je allemaal klompjes. Krijg je allemaal klompjes erover? Oké, dat vind ik leuk. Dan krijg je inderdaad kleine ijzerklompjes hier, over. Een heel systeem. Pom, pom, pom. Maar okay, pom, pom, pom. Boven een hele... Dat is het brandstof of zo? Nee. Deze machine worden dus van die mooie armor stands gemaakt. Armor stands inderdaad, die worden hier inderdaad gecreëerd. Ja, die gaan dan door het systeem. En via de achterkant wordt het ijzer toegevoegd aan deze... Op de armor stands, ik zie het inderdaad, Dan wordt het hier nog wat bijgevoegd. Bijgevoegd? Ja, wordt bijgevoegd en dan gaat het helemaal zo door en door en door. En door. Op de pallet inderdaad hier. En dan wordt hier, het... kan je het zelf oplossen. Maar ik zie dat het ook in glas wordt gezet hier zelfs. Veiligheid, hè? Gast, wat een prachtig systeem heb je hier gemaakt. Hey, dan wil ik mijn aanvraag gelijk even aanvragen. Want het is niet voor niks een aanvraag. Nee.
ik wil... je kent het bij mijn hoofdkwartier. Hè? Dan kom je binnen en dan loop je over die brug zo naar links. En dan kan je naar rechts naar de koffiebalie. Mm-hmm. En naar beneden is er één groot wit platform. Toch? Dat weet ik niet. Hoezo, dat weet je niet? Je bent er meerdere keren al geweest. Ja, maar ik onthoud die dingen niet. Oh, nou, in ieder geval, ik wil daar beneden wil ik allemaal wapens en machines en apparatuur hebben om aan Rick te kunnen laten zien van, weet je, Rick, wij zijn beter. Wij zijn jij werkt trouwens niet samen met Rick, toch? Je weet niet wie Rick is? Nee. Oh, nee, dat maakt niet uit. Dat is oranje gast die werkt voor mij, maar ook voor... Ja, Erik is een tof gast, dat maakt niet uit. Erik is dus niet belangrijk nu. Maar wil jij dus samenwerken met mij en dan al dit soort armor pallets neerzetten beneden... Misschien wat andere machines, wat wapens, wat kanonnen, wat... Kanonnen? Ja, verzin het. Maar kijk, wat zullen we even naar mijn basis doen? Dan kan ik dat zien. Ja. Kijk, welkom groene shirtgast. Welkom bij de basis. Je bent hier natuurlijk eerder geweest. Ik heb een tapijtje toegevoegd. Ja, de brug is groot geworden. Ja, ja. Hey, kijk, hier beneden draait het vooral om. Ik heb hier beneden een heel leeg wit platform. En ik dacht, wat kan ik daar beneden doen? Is een aquarium of zo? Mm-hmm. Lekker voor de feng shui en zo, weet je? Ja. Maar we hebben al behoorlijk veel feng shui. Mm-hmm. Feng shui is aanwezig. Feng shui is al aanwezig. Zeker met jouw groene t-shirt nu, dan wordt feng shui al helemaal gewoon mooi en extra. Dus ik dacht, wat nou als jij hier beneden allemaal wapens bouwt? Gewoon van die pallets met armor, pallets met geweren, zwaarden, kanonnen. Verzin het, weet je? Machines. Goeie? Ja? Vind je dat een goeie? Ja, vind ik een goeie. Oké, wat is helemaal de prijs? Vol? Ja, wel dat je er nog doorheen kan lopen en zo. Het hoeft niet extreem vol, maar wel gewoon mooi vol. Oké, mooi vol. Mooi vol. Ja, is goed. Ja, dat gaat je lukken? Ja, dat gaat me lukken. Ja, nou, ja. Dan wat wil je ervoor? Dan ga ik dat vast proberen bij elkaar te dragen. Dat jij mijn receptionist wordt. Van het park. Maar dan moet je maar even zien. Weet je, ik vind het prima. Als jij in gasten krijgt, dan ben ik een receptionist, oké? Ja, is goed. Dat is een deal. Dat hebben we een hele goede deal. Er komt nog meer informatie. Er komt nog meer informatie. Hey, als jouw oranje shirtgast ooit een keer ziet, doe hem de groeten en zeg dat hij nooit meer welkom is. Zou ik doen. Doei doei. Oké, jongens, dan is dat afgehandeld met groene shirtgast. Hij gaat hier beneden allemaal leuke dingen bouwen en zo. Dus kunnen we dat achter ons laten en zien we dat helemaal vanzelf verschijnen. En dan voor nu ga ik helaas de video afsluiten. Ik ben de afgelopen 3 dagen ziek geweest. Daarom was er een kleine pauze tussen de video's. Eigenlijk waren het na 3 dagen geen video. Ik heb nog steeds de hik, heel vervelend. Maar deze week komen er gewoon weer lekker video's aan. Ik voel me weer beter naast het feit dat ik de hik heb. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Ben je nog niet geabonneerd, jongens? Doe dat even. Het is helemaal gratis. Kijk, we zitten inmiddels al op de 301.000 abonnees. Wie weet halen we dit jaar nog de 400.000. Wie weet niet, we gaan ervoor. Het zou een hele leuke, ja, een hele leuk doel, heel leuk doel zijn. Praat eens af. Ik heb dik, ik word helemaal gek. Weet je wat? Kijk maar gewoon lekker deze video. Dit is het vorige deel. Heb ik hem nou niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Hierin heb ik niet de hik. Het is een hele leuke video om te zien. En nu spreek ik later. Paasje water telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer.